Anthony Correa, wat heeft in deze derby het verschil gemaakt? Effectiviteit. Kort maar krachtig. Ja, zeker. En ik denk dat we zeker de tweede helft goed starten. Eerste helft, eerste half uur is goed. En de laatste kwartier scoren ze een goal. Nou ja, prima. Hè? Mooie omschakeling, dat is hun spel, dat wisten we. Nou, dan moet je de bal niet zo makkelijk verliezen. De tweede helft recht onze rug, dan komen we goed terug. Daarna krijgen we een paar goede kansen. En wij maken ze niet, en dan krijgen zij die kans. En een aangeschoten dikke bult, gewoon effectiviteit. Kun je zeggen dat jullie een kwartier, 20 minuten echt flink hebben aangezet en dat dat eigenlijk te weinig is geweest aan het eind van de rit? Nou, ik denk het eerste half uur van de wedstrijd spelen we gewoon prima. En hebben wij gewoon de bal, creëren we mogelijkheden. Keeper pakt nog een goede bal in de korte hoek van Kilian. Ja, de tweede helft starten we ook gewoon prima. Scoren we een goal, krijgen we kans. Ja, ja, we hebben meer dan een kwartier goed gespeeld. Alleen we zitten nu gewoon in een fase waarin het net niet lukt. En waarin de goals gewoon makkelijk tegenkrijgen. Ja, nou ja, dat is een vervelende fase. En nu moeten we gewoon als rugrechter bij elkaar blijven. Het gas erop gooien dinsdag. In hoeverre zijn dit de naweeën van de ziektegolf die jullie de laatste week heeft geteisterd? Ja, kijk naar in de rust moet ik gewoon Tim Frerichsen vandaag weer afhalen. En dat zie je ook in de eerste helft, dat hij het gewoon nog heel zwaar heeft. Bijvoorbeeld, dat is één voorbeeld. Nou ja, dan zullen meerdere zullen het zwaar hebben gehad. Alleen daar moeten we ons niet achter verschuilen. Dat is iets wat er is en waar we mee moeten dealen. Hè, we hebben een redelijke selectie, zo simpel is het. Dus daar moeten we gewoon mee dealen. We moeten gewoon niet piepen, maar strijden. En nou ja, als de invallers erin komen, dan moeten ze hetzelfde doen. En dat hebben ze vandaag ook gedaan. Dus daar ga ik me niet achter verschuilen. Dat is vervelend. Echt wel, maar ik ga niet meer achter verschuilen. Als team kunnen wij dit gewoon beter doen. En dat weet ik en dat weet zij ook. Dus daar gaan we gewoon voor. En we hebben nog steeds alle troeven in eigen hand. Dus we moeten even tijd keren. Jullie verliezen voor de tweede keer van Rijnsburgse Boys. Ja. Je kan soms ook zeggen dat een ploeg je niet ligt. Is dat nu het geval? Ja. Zeker. En voor de tweede keer met bepaalde omstandigheden aan de voorkant die niet optimaal zijn. Maar goed, feit is, de vorige keer toen hadden we hele speciale omstandigheden. Het overlijden van Frans Albers. Inderdaad. Maar vandaag, dit was gewoon een wedstrijd waarin wij gewoon de bovenliggende partij waren. Aan de bal. Alleen zij zijn gewoon veel effectiever geweest. Nou ja, dan ligt er misschien hun speelwijze ons niet. Maar goed, die speelwijze, dat doen tegenwoordig alle ploegen tegen ons. Dus hey, wij moeten daarmee dealen. Tot slot, de derde nederlaag na de winterstop. Is dat reden tot zorg? Ja, tuurlijk. Zeker weten. Ik maak me zeker zorgen. Maar dat spreken we ook uit in de groep. Van hoe gaan we de tijd keren? We moeten gewoon in gesprek met elkaar blijven. En gemotiveerd blijven. Ja, ik zie vandaag dat die motivatie er echt wel is. Dus er is wel zorg. Maar ja, meer in het stukje rendement. En een stukje het voorkomen van doelpunten. Daar zit op dit moment even de zorg in. Hoe kunnen we minder kwetsbaar zijn in de omschakeling bijvoorbeeld? Maar goed, om nou zeggen dat ik een slapeloze nacht krijg? Nee, dat niet. Maar ik maak me wel zorgen, inderdaad. Want dit tij moet gekeerd worden. En dinsdag is de eerstvolgende pot.